Ja, Mo, ik koos jou uit. Natuurlijk vanwege je debuut afgelopen vrijdag en je basisdebuut afgelopen woensdag. Ook omdat het tegen Ajax is. Dat moet voor jou als Feyenoorder toch. Ja, ik heb het gevoel dat je kunt overbrengen hoe speciaal dat is. Ja, zeker. Ik denk dat elke wedstrijd eigenlijk wel belangrijk is. Alleen tegen Ajax is dat natuurlijk nog iets mooier. Maar ja, zelfs bij Willem II is het een speciaal moment. Maar in de jeugd bij Feyenoord toch vaak heb gehoord van als je er één moet winnen, dan steek Ajax toch? Ja, bij Feyenoord wel, ja. Maar ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is om te winnen. Ja, het gevoel, hè, roept bij jou een ander gevoel op als je tegen Ajax speelt dan tegen andere willekeurige tegenstander? Nee, niet per se. Alleen dat het een sterkere team is, waardoor je misschien wat meer zult moeten geven. Maar ik ga altijd met dezelfde instelling de wedstrijd in. Ja, je zei het al, je maakte je debuut tegen Groningen afgelopen vrijdag. Zie je nou al een glimlach? Was je er echt aan toe? Ja, ik voelde me steeds sterker worden en fitter. En de trainer die heeft me een kans gegeven om mijn debuut te maken. En ja, die heb ik gepakt. Hoe geduldig was je? Een paar keer tegen hem aangesloten op de bank van nee, denk aan mij of hoe gaat dat dan? Nee, ik was best wel geduldig. Ik wachtte gewoon mijn moment af. Ik wist dat die zou komen, dus ja, ik was geduldig. Ik zat zo makkelijk. Ik denk, je bent een jonge jongen. Ik kom van Feyenoord af. Ga je naar Willem II, dan wil je toch graag je minuten maken. Ja, natuurlijk. Alleen ik ben hier zelf ook niet fit binnengekomen, dus ik had ja, nog wel even geduld. Betaalde zich uit, hè? Want ze rijden ook in de basis tegen Heerenveen afgelopen week. Gaat lekker, toch? Ja, gaat lekker. Ik hoop dat ik dit kan blijven vasthouden. En morgen naar Ajax toe. Dat we dit als team ook kunnen doorzetten. Zoals Peter zegt, we worden echt een sterkere team. Het wordt echt een familie. In het begin hadden we ja, nieuwe spelers. Ik was zelf ook nieuw, was allemaal aan het wennen. Dus ja, we voelen gewoon dat we steeds sterker worden. Ja, op het veld zie je het ook terug, hè, met 3 overwinningen op Rijboks. Zo was het al een jaar of 5 niet meer gebeurd. Hoeveel enthousiasme heb je om je heen gemerkt de afgelopen dagen? Komen er ook fans naar je toe die je feliciteren of die blij met je zijn? Ja, na de wedstrijd afgelopen woensdag, ja, dan komen de fans naar je toe en willen een foto met je maken of een aantekening. Is wel mooi om te zien. Zijn dat leuke dingen toch? Ja, dat zijn leuke dingen, natuurlijk. En dan het wat minder leuke nieuws van afgelopen week was natuurlijk ja, de ziekte van Frans Sol. Hoe hebben jullie daar als groep op gereageerd toen hij dat nieuws vertelde? We waren gechoqueerd, maar we hebben Fran zeker gesteund, ook met een videoboodschap. En ja, zoals Peter zegt, we waren blij na de wedstrijd. We hadden gewonnen. En toen stond Fran op en die wilde wat vertellen. En toen kwam het nieuws en toen was iedereen eigenlijk gechoqueerd. Ja, maar we steunen Fran zeker. Ja, je kan alleen maar het beste natuurlijk, hè, voor Ja, hem hopen. zeker. Ja, dan morgen die wedstrijd tegen Ajax, valt er al eventjes over. Met een winning moet, zou het 4 op een rij kunnen worden. Zou jullie morgen weer kunnen winnen? Ik denk dat we morgen zeker goed resultaat kunnen behalen. Omdat aangezien ja, we steeds sterker worden, het systeem loopt steeds beter. We vinden elkaar makkelijker. Dus ik denk dat we zeker morgen een goed resultaat kunnen halen. Hoe bevalt het hier in Brabant, in Tilburg? Goed, ja. Ik zei het al, warme club, lieve mensen. Een echte familie. Hecht groep. Dus ja. Ben je ook hier gaan wonen of rij je elke dag op en neer vanuit Rotterdam deze kant op? Nee, ik ben hier gaan wonen in Hilvarenbeek. Ik heb wel wat Brabantse woordjes inmiddels eigen gemaakt. Nee, eigenlijk nog niet. Maar kom nog.